Yo, what up, Appelflap? Welkom terug bij weer een nieuw videootje van Boze Max. Inmiddels, ja, toch wel aflevering 22 alweer uit mijn hoofd. Verdomme, dat gaat snel. We staan in ieder geval in het fort van deze area. Deep Freya's Territory. Die hebben we al echt helemaal in de vorige part teruggebracht naar gevaar level 1. Dus dat valt allemaal reuze mee. Wat we deze aflevering gaan doen, ik heb het al aangekondigd in de vorige video, is de auto pimpen. Nou, ik kon het niet laten om dat buiten de opname te doen, maar ik zal het jullie wel meteen eventjes laten zien. Jullie zien waarschijnlijk toch al wel wat veranderingen. Er staan namelijk grinders aan de zijkant en ook punten aan de voorkant. Dit is gewoon ter verdediging, simpelweg. En natuurlijk stonden die kleine beugels, die stonden er al op. Ja, het is gewoon een gekke auto nu, man. Ik zal het even kort laten zien. De upgrades die erop staan zijn niet heel bijzonder. Hetgeen wat er nu extra is, is de spiezen op de zijkant. Die punten, daarvan is grinding omhoog gegaan. Zo zag het er eerst uit en dat is nu zo. Deze is stukken beter, maar kost pittig wat doekoes. En ziet er ook toffer uit. Vind ik beter bij de auto passen, maar kan ik nu simpelweg nog niks mee. Die sloopt banden echt compleet. Dus daarom gaan we nu maar eventjes met deze. Deze sloopt banden ook op zich wel pittig. Deze natuurlijk ziet er niet uit, dus daarom gaan we voor die middelste. Dan heb ik deze punten erop gezet. Border spikes. Dat is niet alleen aan de zijkant een paar puntjes, maar ook aan de voorkant een paar puntjes. Zo kunnen ze niet meer op de auto springen en het ziet er gewoon in totaal episch uit. Deze, hier hou ik dan weer niet van. Deze kan ik gewoon betalen, maar dat zorgt ervoor dat er overal punten staan. En ja, nee, gewoon. Dat is een beetje too much. Daar komt het op neer. Suspension kan helaas nog niet. Nieuwe banden erop kunnen ook nog niet. En het enige wat natuurlijk tof is, wat gaaf is, dit heb ik trouwens ook erop gezet. De sideburners. Dat is misschien wel tof. Dat kunnen jullie nu zien. Zie je, daar aan de zijkant zie je hele kleine pijpjes. Ik hoop dat jullie naar het goede kijken. Net naast de voorband zijn hele kleine pijpjes. Dat zijn nu kleine flamethrowers. Dus er komt gewoon dodelijk vuur aan de zijkant van mijn auto. Waardoor er dus auto's aan de zijkant, als ze naast me komen rijden, achtervolgen. Die kan ik in de fik zetten. En we hebben natuurlijk dit vrijgespeeld. Super nice. De repair speed van Chum. Dus de auto wordt sneller gerepareerd door Chum op het moment dat we schade hebben opgelopen. Ik ben bewust voor de middelste gegaan en nog niet voor die. Want dan ben ik meteen weer door mijn parts heen. En zoveel voegt het nou niet echt toe. Ik vond het namelijk al redelijk snel gaan. Dus als hij nu nog sneller is, ben ik al snel tevreden. Laten we in ieder geval wat dingen in elkaar zetten in deze hideout. Aangezien we dat hadden vrijgespeeld. Even kijken of er hierboven wat is. Nee, je ziet ze gewoon werken aan deze plek. Hebben we hier wat? Hey, dat is wel cool. Dat had ik niet verwacht eigenlijk in History Relic hier. No potatoes, no butter, no meat. Oké. Okay. Prima. Wat hebben we hier? Een scrap crew. Die kan ik wel even op de map neerzetten. Oké. Okay. Als het goed is kunnen we de olieplek maken. Dus die kan ik even vasthouden en in elkaar zetten. Mooi. Zo is er altijd brandstof aanwezig. En zie je dat de stronghold geüpgrade wordt. Het ziet er echt fucking mooi uit. Dit. Niet normaal. Een timelapse in deze graphics is echt ziek. Nou, de stronghold is improved. Ik heb ook... deze heb ik dan nog niet. Volgens mij heb ik deze. De maggot farm. Ja. Die kan ik in elkaar zetten. En volgens mij was dat het wel weer. Oké, nou is er altijd voedsel als ik hier terugkom. In ieder geval mijn held is altijd terug. Terug op volledig als ik hier aankom. En dat was het wel zo'n beetje. Want dit kan ik nog niet bouwen, toch? Nope. Dat is de water storage. En wat is dit?
Die kan ik ook nog niet bouwen. Nou, de quest die simpelweg aanstaat is een Wasteland Mission Objective. Hij is bewust blauw, daarmee starten we namelijk. En zo gaan we vervolgens over naar de andere blauwe. En er is ook nog een groene aanwezig, die ik nu even niet kan selecteren omdat het allemaal zo op elkaar staat. Het is in ieder geval het punt van de game waar we daadwerkelijk Gastown in gaan trekken. De auto is wat sterker. Het is nacht inmiddels, best gevaarlijk. Je ziet die vlammen ook echt eruit vliegen, jongen. Het is een oude gas- of olieraffinaderij of zo, denk ik. En dat ook de reden is dat je die pijpen met al die vlammen eruit ziet komen. Want als er iets schaars en belangrijk is in de wereld van Mad Max op dit moment, waar de wereld zo naar de kloot is, dan is dat natuurlijk brandstof. Dus volgens mij is dat een pittig grote stronghold of iets dergelijks. Zo. Ik ontweek hem net. Nou, dat wilde ik gewoon even testen. In ieder geval, mijn brandstof gaat er op die manier wel snel doorheen, in tegenstelling tot voorheen. Oeps. Hey! Snel, laat je repair speed zien, mijn jongen. Oké, hij is al fully upgraded. Ik wil niet gesniped worden, s'il vous plaît. Toch werd ik gesniped. Wegwezen hier, oké dan. Ja, eigenlijk moet ik dat wel gewoon doen, hè. Ik snap niet waarom ik het niet doe. Ik snap het even serieus niet. We gaan het gewoon doen ook. En weet je waarom? Het is echt heel belangrijk om dat soort parts te hebben. We gaan het gewoon doen. We keren terug. Nou, makkelijk gebruik van de sniper. Hallo, is een pussy destroyer aanwezig hier? Iemand vechten met mij? Oh! Au. Ik weet niet waarom hij het steeds zo moet ontwijken. Oh man, als je zo iemands beentje breekt, hè. Oh!
Heerlijk. Super pijnlijk hoe hij ook dat armpie brak. Auw, man. Hoeveel manschap heb ik wel niet uitgeschakeld? Het ging zeker niet vlekkeloos. Het was een beetje alsof ik uit mijn ritme was of zo. Ik werd constant gehit terwijl ik dingen probeerde met dit melee-wapen. Maar dat maakt niet uit, want we sterven niet. Daar gaat het om, toch? Ik ben niet dood of zo, dus waar maak ik me druk om? Ik klok nog wel wat water naar binnen in ieder geval. Ik hoop ook wat eten te vinden en dit water weer te kunnen aanvullen. Des te hoger is mijn held. Nee, broeder. Ja, rustig Max. Kom wel goed. We kwamen hier voornamelijk eventjes een part sprokkelen. Des te eerder ik dit heb allemaal wat uitgeschakeld in dit gebied, des te beter, toch? En dan hebben we wat ammo voor me. En dit is niet alleen ammo die ik oppak voor Max zelf, maar ook bijvoorbeeld voor die harpoon gun. Dus al die ammo hebben we wel gewoon nodig. En hard ook. Ik weet niet waarom ik dat wapen dropte, maar... Zo. Oh, daar komen allemaal enemies. Dan pakken we het weer. Zo, ziek uitgeschakeld. Oh, what the fuck, hé. Super pijnlijk. Even kijken, hier is nog meer ammo te vinden. Geen water of zo, hè? Zo, hé, ziek veel scrap. En hier is niks. Ja, ja. Lekker ongeloofwaardig. Hier is ook niks? Nee. Nou, ik ga even terug, dat sowieso. Want we kunnen hier nog naar boven. En dan ga ik wel weer verder. Maar dit lijkt me toch wel belangrijk voordat we onze weg voortzetten. Scrap. Dat doen we dan ook. 3 van de 4 is dit. En wat hebben we hier nog meer? Hopelijk die ene kist. Oké, 4 van 4 nu. Ja, en de kist. Nou, perfect. Dat is natuurlijk de reden waarom we hier überhaupt naartoe kwamen. Eerst wilde ik het gewoon skippen. Nou, location 100% looted op zich kunnen we al weg nu. Ja, als het goed is komen er ook geen enemies meer. Ik heb nu het rondje gewoon teruggelopen. Vanaf bovenaf dit keer. Oké, laten we weggaan en de story mission vervolgen door letterlijk Gastown in te rijden en laten starten aan de blauwe uitroeptekentjes. Oh, het is nu wel handig om trouwens dit bij te vullen. Want ja, nu ik die sideburners heb, ga ik opeens wel veel brandstof gebruiken. In tegenstelling tot eerst. What the fuck, deze plek, man. Enter the underbelly is ook echt de missie. Oh, Gastown. Hoppakeetje.
Stay put. I'm gonna look around. Don't forget, the outcrier, the race. People do forget here. Zo hé, missies gaan hier blijkbaar daadwerkelijk verder. Al die tijd maar gedacht dat ik dit moest ontwijken en oneindig outpost moet doen. En dan blijken hier gewoon blauwe uitroeptekens te zijn. Oh, daar is ze joh. Daar is die vrouw. Die ergens in de vorige part aan een ketting om haar nek werd meegenomen. Holy shit. Allereerst, wat is hier? Ik moet dit uitchecken. Dit is al namelijk een blauwe markering die al aanstaat. Daarna gaan we wel met die andere verder. Die underbelly. Wow, mensen zijn hier. Zwervers en half aan het sterven. What the fuck is die underbelly? Wat een plek ook. Zieke shit. Had iemand ooit verwacht dat deze game zo bizar goed was? Hij doet echt niet ten onder tegen zoveel games die ik goed heb gevonden. En game, dit doet me zelfs een beetje denken aan games als Metro. Metro Last Light, weet je wel. Het zijn zoveel verschillende soorten games in elkaar. Gemixt met Fallout en Rage. Ik hou er echt van. Het is echt zieke shit, man. Hé, hey, een kindje. Het is in ieder geval zwaar leven, hoe ik het nu zie. Zo, van de elf. What the fucking fuck. Er zit gewoon dus blijkbaar in de rioleringen een gigantisch kamp verscholen. Een soort, hey, hoe heet zoiets ook alweer? Hoe heet een kamp zo arm als dit? Ik kan er even niet opkomen. Kutzooi. Kijk, daar kwam ik vandaan. Hier zat namelijk dat kindje. Rechtdoor vonden we Scrap. Wat is hier rechts? Godverdomme, een dorp die zo verschrikkelijk arm is, dat heeft een naam. Ik kan er niet opkomen. Fucking hell. Reinier speelt al de hele avond Wallpaper Engine. Hoe schattig is dat? Maar had wel een zieke The Witcher 3 achtergrond nu. Ze had op WhatsApp. Dikke shit, die man is super blij. Ik heb natuurlijk ook een nieuwe PC. Ja, nee. Blij als een klein kind, maar die man heeft ook een nieuwe laptop gekocht. Echt een beast laptop met een GTX 1070 grafische kaart. Dus dat in een laptop is natuurlijk te beest voor woorden. Hij had een nieuwe PC nodig. Dus hij is ook super blij. Nu actief op Steam. Wat is dit? Oh, it's a world of critics. I wonder how I would be judged today. Nou, ik heb sowieso nog niet alle Scrap gevonden hier. Maar ik moet naar die underbelly. Ik hoop eigenlijk wel op een hele zieke cutscene zometeen. Want daar is die game ook echt sterk in. Los van gewoon de gameplay graphics die al insane zijn, zijn de graphics ook echt belachelijk goed tijdens cutscenes. En hoe dat precies is vormgegeven is echt pittig sick. Ik hoor vlammen hier. Het is ook echt daadwerkelijk afgeschermd door deze flamethrower. Must be a way to turn this off. Wauw. Zo simpel had ik het dan weer niet ingeschat. Ik dacht, wow, dan moet ik helemaal een spoor volgen. Moet ik zo helemaal die valve uitzetten? Is het gewoon hier. Alsof niemand dit nog eerder had kunnen doen, die hier langskwam toevallig. Wat dacht je dat dit voor brandstof kostte? Om het 24-7 te laten vlammen als een gek. Hé, wat is dit voor plek? Ik vertrouw er geen kut van, man. Dit ziet er juist afgeschermd uit. Waarschijnlijk hadden ze dat vuur juist aanstaan om een gebied af te schermen. Hoor maar, ik hoor helemaal gekke mannen in de achtergrond.
Ik hoor gekke beesten in de background. Ghouls. Ferals. Menselijke honden. Crazy boys, hoe je ze wil noemen. Psychisch niet in orde mensen, kannibalen. Vampiertjes. Rode ogenmannen. Ik hoor gekken. Dat is waarschijnlijk de reden waarom het vuur 24/7 aanstond. Oh maar, het is helemaal afgeschermd. Er komen... Hey, sla ik het bijna over je. Het is ook echt een gekke vault dit. Wat is going on? Waar ga ik heen? Oh, holy shit, mate. Shit man, check mijn held gaan. Ik moet snel al die valves uitzetten. Ik ben pittig hard aan het sterven. This place is a dark maze. Nee! Is hier niet zo'n valve? Oh nee man, Denna, dit kost tijd. Wat ben je nou aan het doen? Nieuwsgierig joch dat je bent. It must be this way. Ik keer later wat terug voor mogelijke parts, maar ik wil eerst graag Max leef onthouden. Oké, dat is één. Dank u. Ik zie hier ook echt nog twee van die dingen, dus ik heb er sowieso al één gemist. Ik ben aan het sterven als dit zo doorgaat, man. Gelukkig heb ik echt superveel health door alle upgrades van Max. Volgens mij ga ik het wel redden. Enige voordeel is dat er zoveel gas was, dat niet alleen Max er last van had, maar waarschijnlijk elk ander levend wezen hier. Dus dat ik niet echt last heb van enge beasts. Dat is fijn, hè, die ally camps. Dit gaat helemaal nergens heen. Oeh. Ik heb zo het idee dat ik daarheen moet. Oh, wat was dat? Hier kan ik zeker niet heen. Ugh, gekke drek. Waar gaat dat heen? Daar moet ik waarschijnlijk heen. Wacht even, we gaan eerst scrap verzamelen. Lekker doodlopen, want ik heb blijkbaar net gewoon meteen het goede spoor gekozen. Nou guys, blijkbaar ben ik net in één keer goed gegaan, dus we kunnen nu gewoon veilig en wel hierheen. Weg uit die fucking gaslucht. Finally. Nice! New Thunderpoon available. Oké, dat is ziek en gefixt. Nu nog water. Ja, dat doet pijn aan je beentjes, Max, ik snap het.
Wacht even hoor. Dit is een pittig eindje. Waar de fuck sta ik? Kan ik hier naartoe fast travelen? Ja. Drie uur later. Nou, daar zijn we weer. Opnieuw in Gastown. De rechterkant geheel uitgecheckt. Mooi. Meteen die missie opgelost. Laten we nou eventjes haar gaan bezoeken. Een van de mooiste dames in de game überhaupt tot nu toe. Another cage. Did you find the rig? I found trouble. But things were there as you said. Why'd you tell me? It's just where I'm from. You trust your gut ropes on people. And where is that? I came from the south with the Riders. Ended up in Gastown. Became the property of Dr. D when that time came. Then the Wasteland War was upon us. After many battles, Dr. D's hordes were bested. His tribe scattered. Most killed. The leaders all dead. The remains of one of their greatest still lies buried out there. So? Buried with him are all his worldly possessions, including his war machine. I will show you where the tomb lies. Do with this what you will. As I said, I have a feeling about you. Always someone's prize. Thankfully, people tend to their prizes. Most people. Ghosts of the Past. Dit vind ik wel echt een vette missie. Super gruwelijk. Ik ben bang als ik dit gedoetje hier start, dat dat fout gaat. Ik ga daar waarschijnlijk een V8 motor mee starten, maar we zitten ongeveer aan het einde van de part. Dus laat ik dat eventjes niet doen. Hetgeen wat we wel gaan doen, in tegenstelling tot de groene uitroepteken, is de andere Wasteland mission bij de andere Stronghold selecteren. Of someone called Dr. Day. Dementis? Whoa, those were grim times, Saint. The invading horde. Long siege of Gastown. So much grease spilled in the sands as men and machine clashed. What happened to you? They were bested in the end. Scattered and slaughtered. Okay, ziek, dat wilde ik even horen. Laten we nu gewoon naar. De andere plek gaan, namelijk hier, we zijn er al bijna. Deep Fry, ja. Om daarmee de part te eindigen. Ik hoop dat jullie het cool vonden in ieder geval. Veel gedaan, nog meer te weten gekomen over Gastown. En Gastown nam zijn naam heel letterlijk voor ons Nederlanders. Gas in het Engels is natuurlijk gewoon brandstof. Maar er was pittig wat gas. Godverdomme. Max ging bijna dood, die stikte bijna in die gangen. Maar we hebben dat ook gefixt, die Wasteland mission zit erop. En nu hebben we Ghost of the Past gekregen van die vrouwelijke karakter. En rijden we terug naar Deep Fryer's, Stronghold. Om bij hem ook de nieuwe Wasteland mission op te pakken. Als we dat dan hebben gedaan, eindig ik de aflevering. En zullen we in de volgende part aan de slag gaan met de blauwe, maar ook daadwerkelijk de groene uitroepteken. Daar is hij. Heed my words, all ye wildfire. The electricity can no longer illuminate us. Only the true light of the flame. A woe. In the midst of this apocalypse, my most trusted acolyte has deviated. Speak straight. My architect, my gracious follower. He orchestrated for the gas to be turned off to steal the pilot light. Under my nose, he took the sacred artifact. And by the flame, he did forsake the true path and stole away many of my wildfire flock. Deserters. Traitors. Heretics. I need that pilot light back. I will give you whatever I can if you help. Where are they? See, written in our revered script. It calls for all stragglers wishing to save themselves from the damnation of Deep Fryer. Oké, okay, nice. Die zit er ook op. Wat was dit? The script reads on.
In the darkest hour, the believer standing upon the sacred sand would behold the true light. Meaning? The darkest hour must be when the sun sleeps in the ground and blackness reigns. By sacred sand, he means the burning mound. I'm sure of it. Which is where? I see you have a map. I can read these symbols. Let me mark it. Nighttime. Burning mound. Look for a light. I'll see what I can do. Dit klinkt wel echt super gruwelijk. Ik kan aangaan. Read the sign was gewoon op een oud tv-scherm, hè. Ongelooflijk. Nou, we hebben vette quest openstaan. Laten we even kijken. We tracken deze op de map. Want dit is als het goed is de scrap crew of de clean-up crew. Oké, okay, nou mooi. Scrap crew kan ik bouwen nu. En hierbij is dan de part geëindigd. Hartstikke bedankt voor het kijken naar deze episode. We krijgen een nieuwe prestatie, Road Warrior. Wat betekent dat ik toch wel weer een upgrade heb gekregen. Jazeker, we hebben de Stronghold weer wat sterker gemaakt. Dus hartstikke bedankt voor het kijken naar deze episode. Dit was de upgrade van Deep Freya's Territory. Thanks voor de support, de likes en tot de volgende guys. Peace.